Kun jij de, het broodfonds is oorspronkelijk opgericht en daar zijn de broodfondsmakers uit naar voren gekomen. Wat is de geschiedenis eigenlijk van dit hele concept? Nou, begin 2000 was er een groep sociaal ondernemers die natuurlijk ook zelf, hè, die werkten veel met elkaar en die mm -hmm. zeiden, ja, niet verplicht verzekerd. Waarom waren ze niet verplicht verzekerd? Omdat verzekeringen te duur waren. Veel te duur. De kleine lettertjes krijg je wel uitgekeerd op het moment dat je het nodig hebt. Uh, duidelijk dat als je risicovol beroep hebt, uh, dat ja. dat. Uh, nou, allerlei redenen waarom zij niet verzekerd waren. Toen zeiden ze: Maar het moet toch anders kunnen? Ooit is een verzekering bedoeld geweest: ik leg geld opzij en ik krijg het uitgekeerd als ik het nodig heb. Dat willen we weer bouwen. Ja. En zo zijn zij dat gaan uitzoeken. En daar kwamen ze op dat schenkrecht, wat ik net al vertelde. Mm -hmm. Voor 2020 is dat uh, 2208 euro, wat je aan, van individu op individu mag schenken. Massig, en daar he? is ja. die schenkring van ondernemers gemaakt. En toen dat bekendheid kreeg, toen dat eenmaal liep. En natuurlijk na de economische crisis en alles rondom geld, was er steeds meer publiciteit. En toen werden zij benaderd van uh, kunnen we erbij? Maar de, ze hadden ook gezegd, het moet niet een te grote groep zijn. Dus ieder broodfonds is ma heeft maximaal 50 leden. En maximaal 50? Ja, maximaal 50. En dat heeft de bedoeling dat je elkaar ook echt kan kennen. Ja. Dat er echt een sociale component in zit. Mm -hmm. En toen zijn drie mensen uit het eerste broodfonds, uh, Heiko Liefman, Biba Schoenmaker en André Jonkers, die hebben gezegd wij gaan ondernemers helpen met het oprichten van broodfondsen. Goed. Nou, het eerste jaar waren dat er tien. Tien broodfondsen. Tien, dat, 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 langzaam is dat gegroeid, maar op dit moment zijn er al, um, moet ik even uit mijn hoofd, 24.680 leden verspreid over 548 broodfondsen. Dan kun je wel praten van een groot succes. Ja. En er zijn er op dit moment zijn er 40 broodfondsen weer in oprichting. Nou, dat gaat hard. Ja. ja, waaronder ja. de Gelderse Vallei. Waaronder de Gelderse Vallei. Ja, dat is een van de veertig. Ja, ja, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Uh, maar uh, dat is natuurlijk wel heel, heel, heel goed dat ze dat doen. Maar daar heb je natuurlijk ook een heleboel dingen voor nodig. Om dat allemaal te faciliteren. Ja. ja, wat er gedaan wordt. He, je, je betaalt contributie. Dus er, he, als je lid wordt van een broodfonds betaal je contributie. En daar wordt alles voor gedaan. Uh, dat er een goede... Nou, bijvoorbeeld toen die AVG-wet gebeurde, kwam, ja. moest er natuurlijk ook AVG-proef gewerkt worden. Nou, daar is ja. van alles in, uh, in ontwikkeld. Privacy is natuurlijk heel belangrijk. Privacy is ja. heel belangrijk. Daar is echt heel goed uh, op geïnvesteerd. Mm -hmm. Daarnaast is er een hele schil inmiddels van ZZP'ers die ondersteuning geven. Er zijn ongeveer nu met 30 mensen Zo. die uh, ondersteuning geven. Dus de administrat hele administratieve last die te maken heeft van een broodfonds, wordt door de broodfondsmakers gedaan. En uh, ook besturen worden geholpen. Op het moment dat ze denken: hoe loopt het nou precies? Moeten ja. we nog iets? Ja. Uh, dus op die manier is er een uh, goede ondersteuning. Ja. Nou, dat is prachtig.